is hij aan de banen van mijn vader. Ze maakt waar hij geluk tegen hem zegt. Tegen hem die mijn bijdracht altijd eerlijk zacht, maar eerlijk te zijn. De kleine pijn van een verhaal dat ik wil zijn wetens pleeg, dat hem raakt als een arm zijn arm, als een ruststellend woord zijn kind, geheugen en gedachten, als een zoen zijn slecht geschoren wang. Een leugen, papa, is een wild beest dat je kan temmen. Dat daar tussen je oren kruipt. Soms, papa, is een sphinx die minzaam lacht, terwijl ze weet dat ze je weg zal brengen. Achterlaten. Want je mag niet meer mee naar huis. Het is voor gewoon maar door nog veel te laat. Ook al is het voor een afscheid nog veel te vroeg. Soms is het een slang die met dezelfde gespleten tong de wonden slaat. En likt die ze met hetzelfde puntje sloeg. Honden die ze dieper maakt terwijl ze verzorgt. Honden waarop jouw waarde gewoon weer verder keren. Soms is het een slak wat aan die wat traagheid brengt. Als je vertelt hoe we vannacht een baby huilde en hoe gaat het dan nu met dat ventje? Hoe weg is die eigenlijk nu? Je moet er echt nog naartoe voordat het donker wordt en je laat een traan. En ik zeg. Maar het 8-uur-journaal is al geweest, er is straks sport. Die mensen met een klein kind, die zijn vast moe, zullen die niet al slapen? Het moeilijkste, papa, aan jouw wanen, is de waarheid die we niet meer als een karreetje rittersport onder elkaar verdelen. Ik dan wel een grotere brok, ik ben inmiddels ook groter dan jij, maar wel etend van hetzelfde stuk, van dezelfde soort, het liefst die gele. Toch? Want, papa, er is helemaal geen man die jij straks hoort. Er is geen huis dat exact werd nagebouwd naar tekeningen van het jouwe. Er is geen dokter, geen oude dokter in Bergen-op-Zoom. In elk geval geen waar jij deze week nog bent geweest. En er is geen hoop op beter. Die waarheid delen we af en toe nog wel voor even. Gezeten aan het soort dubbel glas dat uitkijkt op een netjes bijgehouden perk. Een altijd groen gazon, tot jij de nieuwste tomatenplantjes opmerkt. En ook hij zich ontpopt tot een dompteur, zijn somberte, een nooit echt kleurbekennende kameleon. Dankjewel. Hoe vond je het gaan? Ik was wel zenuwachtig. Ik kon me niet zo goed voelen, maar ja. Okay. Oh, er komt meteen feedback. Yes. Oh ja, oké. Okay. Ik wil even kijken hoor. Je bent een boeiende verteller. Ik zei eerder van oké, techniek en inhoud, maar ik let natuurlijk ook op presentatie. En ik vond het fijn hoe jij stond te praten. Ik hield mijn aandacht erbij, bij het verhaal. Dus ik vond het boeiend om naar te luisteren. Dus dat is mijn oordeel van jullie. Top, dankjewel. Dankjewel voor Anna. De volgende die ik mag aankondigen. Hij doet het al 7 jaar. En het is eigenlijk door zijn achtergrond met autisme en stoornissen dat hij hier aan begonnen is. En dat hij daardoor zijn woorden op de manier kan vertellen zoals hoe hij zichzelf duidelijk wil maken. Mag ik een applaus voor Julian?